Ik ga ze aan jullie voorstellen. Ja, wij hebben sinds kort een samenwerking met het Orkest van Almelo. En dit was een van de eerste evenementen die we met elkaar samen georganiseerd hebben. Je volgt het ritme van je hart en gaat dan gewoon van start. Nou, eigenlijk wilden wij met het orkest een heel leuk project neerzetten voor alle basisschoolkinderen. Uit voornamelijk de wijken Witmolenbroek, omdat het dicht bij het repetitiegebouw zit van het orkest. En daarvoor hadden we iemand uitgenodigd, een professioneel iemand, om het mysterie van het verdwenen geluid neer te zetten. Oké, nu gaan we het moeilijker maken. En wat gaan we doen? Stamp, klap, klap, stamp, klap, stamp, klap, klap, stamp, klap. Wat is er? Er loopt iemand weer. Oh nee, Merel, oh nee, oh nee. Hé, hey, waarom stop jij met spelen eigenlijk? Dat lukt niet meer. Dat lukt niet meer? Oh nee, echt? Doe nog eens een keer. We hadden een optreden met het grote orkest van Almelo. En toen speelden we een paar liedjes. En toen moest ik naar de. Toen ging ik een tijdje alsof mijn geluid weg was. Dan was mijn geluid dus weg. En dan kwam het uiteindelijk weer terug. En toen... Nou. Geef ons geluid terug! Ik pik er niet over. Die kinderen hebben al meer dan genoeg. De kunst van musiceren is voor iedereen te leren. Is voor iedereen te leren. Ik heb de voorstelling Het Mysterie van het Verdwenen Geluid uitgevoerd met het Orkest van Almelo. Dat is een voorstelling waarin kinderen kennis maken met muziekinstrumenten, met de muziek van het orkest. En het is eigenlijk een heel spannend verhaal waarin we ze meenemen, want het geluid wordt gestolen. Dus van een aantal muzikanten werd het geluid gestolen en de kinderen hebben gelukkig geholpen om het geluid weer terug te geven, terug te krijgen. Ja.